Wist u dat het mogelijk is om online theorielessen te volgen? Dat kan bij Rijschool Cum Laude. U bepaalt van waar u uw lessen volgt. Wij begeleiden u ook bij het krijgen van uw datum en veel meer. Professioneel en efficiënt. Rijschool Cum Laude. Theorierijles op afstand. Everybody out, fried chicken we are free, bucket for the crow. Share a bucket together, everybody go live. Crispy original when we're online. Bucket together and do the new dance craze. Taste the explosion bursting with flavor. When we bucket together, it puts we in a good mood. Every moment we share is finger licking good. Bucket together, go make we bucket together. Hey, bucket together, bucket together. KFC Naf Uno. Goedendag en welkom bij deze live uitzending van De Nieuwe Politiek. We bevinden ons nu op het terrein van de STVS, waar de gestrande, laat me dat maar zeggen, waar de gestrande leerkrachten zijn en die ook bij de STVS zijn geweest om hun zegje te doen. Om precies te zeggen van hoe die tory in elkaar zit. Want er zijn verschillende geluiden in de media waarvan ze denken van nee, dit klopt niet echt. En ze willen dat allemaal goed en wel recht trekken. Ik sta hier met mevrouw, sorry ik heb je naam niet gevraagd van tevoren, maar wie bent u, heet u? Ik heet je vrouw Firosha. Oké, Firosha, goedie. Oké, en wat is er precies aan de hand? Dus het is zo, we waren in januari vertrokken naar onze standplaats om te werken. We zijn vertrokken en toen we terug moesten komen in de paasvakantie, konden we niet terugkomen. Ja? We hebben vernomen dat ze niet hadden betaald bij Gumer. En Gumer die zegt van ze willen hun gelden voordat ze ons komen afhalen. Gumer dus is op hun standpunt gebleven van eerst mijn geld, dan ga ik die leerkrachten halen. Maar ik heb contact gemaakt met de vicepresident toen. Vicepresident. Nu, ja toch? En hij heeft gelijk ingesprongen, hij heeft ons gelijk laten halen. We hebben hem stille donderdag, heb ik hem bereikt. En Goede Vrijdag heeft hij Tipu al opgelaten, de eerste groep. Met Gummer heeft hij de eerste groep gehaald. En Stille Zaterdag zijn drie dorpen gehaald, als Kuruni, Kwamala en Sipaliwini Savana. Eerste Pasen is mijn dorp, Alalapadu, opgehaald door een vlucht van de vicepresident. En ja, ik ben met Blue Wings, die andere dorpen zijn met Blue Wings gekomen. Oké. Deze juf is door Vortex opgehaald. Ze hadden een vlucht naar daar na Pasen. Ze heeft Pasen daar doorgebracht. 2 april. Ja, en ze 2 april in de stad aangekomen. Ik en een ander ex-collega van ons, die zijn er gaan ontvangen op het vliegveld. Die juffrouw was niet te spreken. En nu, wij hebben dan maandag jongsleden een gesprek gehad met de minister wat we aan hadden gevraagd. Door mevrouw Daniel, de OD van het binnenland. En dan hebben we maandag met de minister en de directeur en OD mevrouw Daniel en OD mevrouw Bendanon, een gesprek gehad daar zo. En we hebben onze knelpunten naar voren gebracht. Wat waren die knelpunten? We hebben 27 of 28 punten in onze positie. Ja. Het belangrijkste is dat over onze vlucht. En dat we liefst met Gummer vliegen. Omdat we onveilige situaties mee hebben gemaakt met Blue Wings. En bij Gummer voelen we ons veilig. En
vertrekdatum? De vertrekdatum, we hebben gevraagd liever niet 1 dag of 2 dagen van tevoren, omdat we nog inkopen moeten doen. Andere leerkrachten moeten nog schulden gaan maken. Ze moeten nog geld gaan zoeken om inkopen te doen, om te vertrekken. Ja. Maar kan je een paar van die knelpunten voor me oplezen? Ja. Ga je lezen? Dat wij zonder een betalingsbewijs van heen en terug niet gaan vertrekken naar onze standplaats. In het bijzonder is het betalingsbewijs om terug te komen van onze standplaats naar de stad belangrijk voor ons. Punt 2, dat er op tijd, dus niet 1 dag van tevoren, een vertrek- en een ophaalschema wordt opgestuurd voor de leerkracht. Dat hebben we duidelijk aangegeven, niet 1 of 2 dagen van tevoren wat er wel is gebeurd. Moet ik doorgaan? Ja, ga door. Dat het ministerie zich houdt aan de gemaakte afspraken met de leerkrachten. Punt 4, dat er voor het 3e kwartaal een tussenvlucht moet worden ingezet voor het laten halen van onze levensmiddelen. Punt 5, dat de ophaalvluchten niet moeten worden gecombineerd en rekening gehouden moet worden met de vracht en met de leerkrachten. 6, dat de zaken bij GUM Air op tijd worden afgehandeld, zodat het geen laatst is gebeurd of de laatste tijden is gebeurd, niet meer voorkomt. 7, aanpassing van het aantal kilo's die wij als leerkrachten krijgen. We krijgen 200 kilo voor onze fourage, inclusief lichaamsgewicht. En dat is te weinig, dus we hebben gevraagd als ze het kunnen verruimen. Sanitaire voorzieningen, het gaat erom dat bepaalde dorpen geen toilet hebben. Ze hebben geen leerkrachtenwoning. Ze hebben geen toiletten en het is een dame of het zijn dames. Je kan niet in een dorp werken zonder een toilet, een badkamer. Kan niet. Huisvesting, dat de meeste huizen lekken. Maar ze hebben gezegd dat ze wel daarmee bezig zijn. Hoor. In bepaalde dorpen wonen alle leerkrachten in 1 huis. En het is geen leerkrachtenwoning. Een oud huis van een gramman, kapitein. Van de kapitein. Huizen van LVT-woningen. En wat nog meer? Dat is het? Yes. Dus dat ze dus de onderwijswoningen gaan bouwen. En bepaalde gaan renoveren. Dat ze de scholen zullen bijbouwen, omdat de meeste dorpen, de scholen zijn klein. We hebben dus combinatieklassen. Het gaat erom dat 1 leerkracht soms 2 leerjaren les geeft, soms 2 klassen. En beide klassen of alle 3 klassen? 2 klassen. 2 leerjaren. Dus 1 leerkracht, 2 leerjaren, 2 klassen. En dan heb je ze in 1 leslokaal. Dus dat er dus meer leslokalen bijgebouwd worden. Dat we dus een magazijn krijgen voor onze boeken en zo. Punt 12, dat er schoonmaaksters en tuinlieden worden ingezet. Omdat in de meeste dorpen, of een paar van die dorpen, de leerkrachten en leerlingen de school moeten schoonmaken. Ze hebben geen schoonmaaksters, geen wachter, geen tuinlieden. Punt 13, dat de leermiddelen worden opgestuurd. De leermiddelen zijn niet genoeg. Wij komen er tekort aan. Punt 14, drinkwater. Drinkwater opsturen voor de leerkrachten. Graag voordat de leerkrachten aankomen op hun standplaats. En dat ze dus een paar dorpen hebben duurtanks gehad. Dat ze dus geïnstalleerd worden. Elektriciteit. De meeste dorpen, of maybe alle dorpen, hebben bijna alle dorpen. We hebben geen elektriciteit. Dus geen lichtmoot, letterlijk geen elektriciteit, klaar. Geen zonnepanelen, dus we kunnen niet chargen. We moeten de dorpsbewoners gaan vragen om te chargen. En als er te veel mobielen daar zijn, dan wordt jouw mobiel niet gecharged. En dan heb je dat je soms misschien een hele week zit met de telefoon met 2%. En dan heb je dan, nog een keer? Ja. Punt 16, dat er gecommuniceerd moet worden met de leerkrachten voor er een initiatief wordt genomen. Er wordt geen initiatief genomen om met de leerkrachten te communiceren als er een probleem is. Salaris, aanpassingen, toelages die wij krijgen zijn niet meer van toepassing in deze dure tijd. De leerkrachten komen hun schoolhoofd en OD-toelages. Dat de leerkrachten hun schoolhoofd en OD-toelages moeten krijgen. 19, dat ze de trainingen niet in de vakantie moeten verzorgen, want dan kunnen wij niet van onze vakantie genieten. Ja. Punt 20, dat het ministerie inkomt als de leerkrachten ziek zijn.
Het is zo dat wanneer je ziek bent, dat je dan zelf een gelegenheid moet zoeken om naar de stad te komen. En wanneer je terug moet gaan, moet je dus ook weer naar een gelegenheid zoeken om dan terug te gaan. Of je gaat in je eigen zakken. En trust me, het is duur. Het is duur. Je kan niet zelf voor een vliegtuig betalen, is duur. Hoeveel kost het? Bij ons althans is Blueing 100 per kilo. MAF is 70 per kilo en Gummer heeft geen lijndiensten naar daar. Yes. Dus dat is het, ja, is het dus maal je lichaamsgewicht. Hoor. Dus als, ja. Dus hoe verder je gaat, hoe duurder je betaalt voor de kilo's. Punt 21. Dat de leerstofafbakening op tijd, dat we de leerstofafbakening op tijd krijgen als er peilingstoetsen zijn. Punt 22, dat wij geen invouwwerk gaan doen als we in de stad zijn en nog niet zijn vertrokken naar onze standplaats. Dus als we in de stad zijn en we zijn niet vertrokken, dat ze ons dus niet op een school plaatsen in de stad. Want dan ga je hier werken en wanneer je in het dorp bent waar je werkt, moet je dan je achterstand daar weer gaan inhalen. Dus dan werk je like dubbel. En het is ook niet eerlijk voor die kinderen. Ja. Want zij blijven achter en jij werkt hier. En wanneer jij daar bent gegaan, dan heb je dan een hoop achterstand die je moet inhalen. En is geld uitgeven, hoor. Je gaat meer geld uitgeven om de bus te betalen of om voor voeding te zorgen. Terwijl je ook moet voorbereiden om te vertrekken. Met voedsel naar daar gaan, dus het kost geld. En het zijn zo een heleboel punten, maar ik had ook begrepen, ik ga even met die mevrouw praten hoor. U bent pas na de Pasen in de stad gekomen. Wat voor effect heeft dat op u gehad? Ik had gelijk ook aangeven, ik ben enigst leerkracht daar. De school is pas opgestart, dus ik ben enigst leerkracht daar. En waar is daar, kunt u misschien even... Het dorp Amotopo. Ik geef les op OS Amotopo en ik werd pas 2 april opgehaald. Niet door de minister, maar door... Dus, en ik ben hem zeer dankbaar, meneer Gilbert van Vortex. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik terug kon komen naar Paramaribo. En dat zou ook het geval zijn in december, dus ik zou dan kerst ook daar moeten doorbrengen. Maar dankzij meneer Gilbert nogmaals... Hartelijk dank dat ik dan kon afreizen naar Paramaribo. En het was een leuke ervaring. Pasen in het zuiden. Je bent niet met je familie daar. Je bent daar met vrienden. Het is niet leuk. Ik was niet mezelf. Ik was ziek. En mijn collega's waren naar het vliegveld gekomen om me bij te staan. En ja, ze weten het. Het is niet leuk. Nee. En hoe heeft je familie in de stad gereageerd op het feit dat je niet kon komen? Eerlijk, ze willen me niet meer naar daar sturen. Ze willen me niet meer naar daar sturen, maar... Om die kinderen. Ze hebben me sterk gemaakt. En ik ga het ook gelijk zeggen. Mijn collega's weten het. We worden meer gewaardeerd door de mensen daar. En onze kinderen. Ik zeg onze kinderen in het binnenland. Dan dat we gewaardeerd worden door onze eigen werkgevers. Ja. Oké, dank u wel. Wat is nu eigenlijk de bedoeling? Wat willen jullie precies? Jullie zijn nu hier in de stad. Jullie gaan terug of jullie gaan niet terug? We willen terug gaan. We willen sowieso, we moeten teruggaan. Maar ja, die kinderen worden verstoken van onderwijs. We willen teruggaan, maar alleen dat ze hun zaken bij Gummer afhandelen. En dan zijn we in staat te vertrekken. Ja. En hebben jullie al enige idee hoe lang het gaat duren? Hebben jullie nog met mensen gesproken? Nee, geen idee. Ze hebben gezegd dat ze wel bezig zijn. Dat hebben ze aangegeven. Ze zijn bezig. Ze zijn bezig, zeggen ze. Dus we hopen dat we zo snel als eind van de maand, volgende week, kunnen vertrekken. Want dat hebben ze gisteren ook gezegd in de vergadering, dat ze al dingen hebben getekend om de gelden dan aan Gummer te geven. Toch? Dus we zullen wachten op hun. Maar waarom niet met Blue Wings? Je had net aangegeven, het is niet veilig. Maar wat zijn de zaken die jullie hebben meegemaakt? Wat ik heb gezien, is dat het vliegtuig niet... was uitgemaakt en de kapitein zat
die dag ook in het vliegtuig en hij moest eruit. Hij moest uitstappen en er werd ook ingeladen. Heet dat? Heet je? Het is onveilig. Heet je? En andere mensen hebben ook andere dingen meegemaakt bij Bloemings. Toen ik eerst de Pasen naar de stad kwam, heb ik van de inheemse mensen hier in de stad gehoord van juffie, het vliegtuig wou niet starten. Met heel veel moeite. Ja? En we hadden ook een vries hoor, die dag in het vliegtuig. Hadden we wel een vries, mijn collega en ik, we hadden echt een vries. We waren echt aan het bidden. We waren echt aan het bidden in het vliegtuig. Ja? Jij hebt andere mensen die andere dingen mee hebben gemaakt, dat ze vlammen zagen. Bij de vleugels, een paar jaar, aantal jaren, niet direct een aantal, maar 10 jaren terug, 10 tot 15 jaren terug. Maar we voelen ons onveilig. Ja, toch? We willen niet dat bepaalde dingen zich herhaalt, toch? Dus daarom zeggen we liever bij Gummer, laten we hun zaken bij Gummer afhandelen. En is niet dat we... hoe moet ik het zeggen? Bloemings komen bekritiseren, maar het is de manier waarop dat ding naar voren is gebracht. Ja, want wat is er precies naar voren gebracht? Wat er in het nieuws is gezegd is geworden dat de leerkrachten weigeren om met Bloemings te vliegen, maar ze zijn met Bloemings naar de stad gekomen. Mijn God, heb je gegeten in het binnenland? Je bent niet bij je familie in het binnenland. Toch? Je bent zien dat januari vertrokken en eind maart kan je nog niet in de stad aankomen. Je hebt recht op de vakantie en je kan niet in de stad aankomen. Als er een gelegenheid is, zou je niet vertrekken. Ja, toch? Je zou vertrekken naar de stad. Je hebt gegeten. Er was gegeten. Leerkrachten hebben dagen kassave brood moeten eten. Ja, toch? We waren bezig elkaar te troosten in het binnenland. Elke dag waren we bezig aan de telefoon. Oké, okay, dus, maar oké, okay, die meneer loopt weg. Bent u ook leerkracht? Want ja. Nee, want ik wilde, u bent een leerkracht. Ik zie u als de enige man hier staan. Oh, oh, die had ik niet gezien. Hij was, komt u erbij staan? Wat staat u naast hem even? Nee, staat u even naast hem. Want hoe ervaren jullie het als man? Ik zie meer vrouwen hier, maar hoe hebben jullie alles ervaren de afgelopen periode? Alles wat ze hebben gezegd, wat er in de media is verschenen. Hoe ervaren jullie het? Nou, ervaren met vervoer. Wat vervoer betreft is stroef gegaan de laatste tijden. Want we zijn niet op tijd opgehaald geworden. En niet door het ministerie zelfs, want het is sedert augustus 2023 gaande. We zijn dan met een gelegenheidsvlucht naar de stad gekomen. Augustus, december, eind maart zelfs. Weet je? En toen hebben we aan het ministerie gezegd van... we willen een stukje zekerheid hebben wat betreft gaan en komen. Vandaar dat we gezegd hebben, we willen eerst een betalingsbewijs zien. Als we dat al hebben gezien, geeft het je een zekerheid dat je zeker wordt opgehaald. Maar ja, dat kunnen ze niet doen vanwege de achterstanden dat ze hebben. En weet ik veel wat voor problemen ze nog meer hebben. En het is niet een leuke ervaring. Wat werken betreft in het binnenland met je kinderen en in het dorp is super. Alles is goed, het gaat smooth, je is prettig werken. Maar dat wil niet zeggen dat je alleen van mij als een leraar of van mijn collega's alleen dingen moeten verwachten. Jullie moeten ook aan je afspraken houden. Als je ons naar daar brengt, moet je ook ons op tijd halen. Dat is wat de afspraken zijn. Ik moet je niet steeds bellen of wij moeten niet steeds bellen van... hebben we al een datum? Wanneer worden we opgehaald? En je krijgt gewoon doodleuk als een antwoord. We zijn bezig. Ja, uiteindelijk gaan ze zeggen van we hebben alles al klaargelegd. Het ministerie van Financiën moet dan in orde maken. Maar dat zijn allemaal zoete praatjes om je gewoon... een beetje hoop te geven, maar dat ding is gewoon verlengen. Je blijft maar daar. Je blijft maar stranden. Dus ja, wij willen gewoon een zekerheid hebben dat als we vertrekken van hier, dat we opgehaald worden. Ik denk, mevrouw Benanon legde me iets uit, of aan ons, maandag jongsleden, waarom het zo lang duurt. Zij legde iets uit van, ze moeten stukken opmaken, houdt u maar ten goed door, collega's, dat je stukken moet opmaken en... ze moet naar een afdeling sturen en het neemt 2 weken voordat het al af is. Dus dan wordt het teruggestuurd naar haar. En van haar uit moet het weer naar een andere afdeling gaan en het neemt 3 weken daar.
zo neemt het van haar, dat het 2 weken hier, 3 weken daar, 1 week daar, 2 weken weer daar, weet je. Daarom duurt het lang voordat ze een datum kreeg om ons vanuit het binnenland te halen. Mooi, geen probleem. Als het zo lang neemt om een datum te krijgen om vanuit het binnenland te komen, hoe doe je dat dan in de stad? Want wij komen slechts voor 2 weken. Diezelfde proces wat je me hebt uitgelegd, het neemt 2 weken hier, 3 weken daar, 2 weken daar. Hoe doe je die dingen daar in 2 weken, wanneer wij terug moeten gaan? Waarom gaat het altijd smooth wanneer wij terug moeten gaan? Waarom moet het een probleem zijn om te komen vanuit het binnenland? Dus die dingen daar zitten ons dwars. Er zijn ook andere knelpunten wat we hebben. Mijn collega heeft het al voorgelezen. En weet je wat we vandaag hebben gezien? We hebben overal gehoord, gelezen dat wij niet willen vertrekken. Dat is het geval niet. Wij willen vertrekken. Maar geef ons de zekerheid dat wij op tijd gehaald worden. Wij hebben ook familie hier. Wij hebben ook gezin hier. Sommigen laten hun kleine kinderen hier achter en ze gaan naar daar. Hoe ga je ze daar achterhouden? Dus deze dingen moeten ze ook gaan begrijpen waarom wij zo doen. Want die dingen dat naar voren wordt gebracht in het samenleven, dat wij niet willen vertrekken, het is eigenlijk niet zo. Wij willen gaan, maar houden jullie aan je afspraken. Weet je, motiveer ons ook. Weet je, wij moeten ook gekoesterd worden na die gevallen sinds 2023. Ja, het is gewoon te veel. Het is niet een goede ervaring. In het begin was het niet zo, maar sinds augustus, ik weet het niet wat het probleem eigenlijk is. Ja, en hoe, natuurlijk ervaar jij ook hetzelfde. Ja, en waar geeft u les? Ook op OS Konano Apetina. Oké, okay. En die kinderen, eigenlijk zou de school nu moeten starten, maar ja, u bent hier. Dus wat gebeurt er met de kinderen? Zo, ik denk dat die kinderen ook uitkijken naar ons, ze verwachten ons. Ja. En, want wanneer we daar komen, zijn ze heel blij om ons te zien. En dat geeft je dan een gerust gevoel. Ja, wat ik heb ervaren is mijn eerste jaar daar in het binnenland. En wanneer die mensen, ze maken alle moeite om je weg te sturen. En als je daar bent, zijn ze klaar met je. Ben je aan je lot overgelaten. En dat vind ik niet zo leuk. Maar lesgeven daar op Apetina zelf vind ik wel leuk. Samen met die kinderen, die mensen daar. Ik mag niet klagen. En de rest is alles wat hij al heeft gezegd. Dus ik ga niet in herhaling treden. En hoe ervaar je de woon- en leefsituatie? Daar, het kan passeren, maar ja, water, we hebben altijd, als het niet regent, hebben we problemen met water. En ook stroom, momenteel hebben we geen stroom, dus we moeten gaan chargen bij een verbrandingsoven daar. En we moeten telkens zoeken naar sleutel, dat bracht ook een probleem. En ja, dat is lastig. Zeker lastig, vooral in deze tijd waar alles via internet gebeurt en met je telefoon bezig zijn, dat kan ik wel begrijpen. Ja. Maar wat is het standpunt nu eigenlijk? Hoe staan jullie erin? Dus jullie willen de zekerheid hebben, begrijp ik het goed, dat jullie gewoon op tijd opgehaald worden, alvorens jullie weggaan. Is dat het juist? Ja, die belangrijke eisen eigenlijk zijn dat we een tussenvlucht krijgen, en want het zijn 4 maanden. En we willen een tussenvlucht. We moeten de zekerheid hebben dat we een tussenvlucht krijgen. En dat we opgehaald worden. Dus dat zijn die 2 belangrijke dingen. Oké, en er is nog geen antwoord van de beleidsmakers? Ze kunnen ons niet verzekeren. Ze kunnen ons niet garanderen. Dus dat maakt het nog moeilijker. Ja. En wat is dan nu de planning? Jullie gaan... Geduld, we moeten wachten op het ministerie. Zij zijn met een voorstel gekomen, tenminste, ja, dankzij VP. Want hij heeft alles geregeld dat we eigenlijk, wat we ook hebben aangegeven, dat we niet 1 of 2 dagen van tevoren een vertrekdatum willen krijgen. Wat is gebeurd? Wij hebben woensdag om 1:15, 1:30 hebben we een soort vertrekschema gekregen dat we de volgende dag al moeten vertrekken. Zou dat met Blue Wings zijn of met Gum Air? Met Blue Wings, want dat had de VP had dat geregeld. Hè? Ja, VP heeft dat geregeld, waarnemend president. Ja. En hoe ga je in een aantal uren je fourage in orde maken? Ja, dus het is niet mogelijk. Het is gewoon geduld, wachten wat zij doen. Wij hebben gezegd dat we niet willen vliegen met Blue Wings. En kijken wat zij zeggen, met welke opties zij komen. Wij willen met Gum Air gaan en ja... wachten. En wat is de boodschap nu op dit moment naar de beleidsmakers, naar de regering toe? Ik kan misschien een kort berichtje zeggen. Heel duidelijk ook.
dat wij wel willen vertrekken. Wij willen wel gaan werken. Maar gezien de omstandigheden kunnen we niet gaan. Dus het moet niet zo zijn dat wij weigeren om te gaan. U moet ook gaan kijken waarom het zo is. Dus de manier hoe die boodschappen naar voren worden gebracht. Alsof wij de slechte uit zijn. Maar dat is het geval niet. Dat is mijn kant. Misschien gaat mijn collega wat erbij zeggen. Ja, heeft u nog wat toe te voegen? Wat ik denk leuk na. Van als een GUM er hun zaken bij GUM er nu afhandelen. Dat er geen probleem zal zijn dat we in augustus terug moeten komen. Nee, omdat dat geld zoveel is. Is meer dan 2 miljoen en 18.000 US. Toch? Dan weigert Gummer te vliegen. Maar ik denk dat als ze het nu afronden, dat het geen probleem zal zijn. Dan denk ik dat we wel een beetje zekerheid daar hebben om terug te komen in augustus. Dankjewel. We gaan afronden. U heeft het mogen horen van de leerkrachten. Die zijn echt bereid om te gaan werken. Ze vinden het werk ook prettig. Alleen moeten de beleidsmaker en de regering hun afspraken nakomen. Nou, dat was het voor dit keer bij de Nieuwe Politiek. Ik ben Natasja Conrad, Berto achter de camera. Fijne dag.